zo ziet het eruit. Dit dingetje doe je in je baby's neus. En hierin ga jij zuigen. Nee, sorry, je lijkt echt op een nerd. Jongens, wat zeggen jullie? Goedemorgen jongens, welkom en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Ik ben momenteel aan het eten. Mijn ontbijt heeft Woody weer te laat met de before. Want ik had echt honger. Ik heb wel een foto gemaakt, zodat jullie kunnen zien hoe mooi het eruit zag. En vandaag ga ik voor het eerst weer gymmen na de zwangerschap. Kijk, zo zag het eruit. Even scherp stellen hoor. Ja, en dit is dus bananenbrood met bosbessen en een stuk chocola doorheen. En I love it. Dit is echt mijn favoriete cake van Hey Foodie. En ja, over 2 uurtjes ga ik boksen. Iets wat ik heel erg heb gemist. Omdat ik natuurlijk voor boxing influencers heel lang ben gaan trainen voor het boksen. En daardoor vond ik boksen ook echt heel leuk. En ik vind het echt jammer dat mijn partij niet is doorgegaan. En ik zou echt nog wel een keertje willen vechten. Maar niemand van dezelfde gewichtsklasse durft tegen mij. Dus ja, hopelijk heeft iemand ooit nog de bal om me uit te dagen. Dus ik ga jullie straks gewoon meenemen met de training. Ik ga gymmen in Almere trouwens. Het is een gym waarvan ik eigenlijk nog nooit had gehoord. Maar het is echt een superleuke, gezellige gym. Dus ik zou zeggen, blijf kijken. En dan zie je jullie me straks. Moet lukken. Komt hier rechts. One, two. Nou, de training was goed gegaan hoor. Ik heb daarna gelijk een dutje gedaan, want ik was moe. En Eden wil niet slapen. Hij wil huilen en weet niet wat er is. Dus hij wil gewoon knuffelen. Dat wil jij, hè? Knuffelen. En vandaag ga ik niks meer doen. Dus vandaag ga ik ook niet meer filmen. Morgen heb ik een doorpas en overmorgen zijn de opnames van een nieuwe bioscoopfilm waar ik in speel. Wat ik echt super dope vind. Het is echt een dope film. En ik ga daar ook filmen. En dan zie ik jullie morgen weer. Doei! Zeg maar doei! Nou jongens, ik ben net even weer naar de winkel gegaan. Even naar de Action en de Ethos. En veel van jullie hadden gezegd dat de luiers van Woezel en Pip ook heel goed waren. Dus die heb ik gekocht. 1 zak zitten 52 stuks in. Dus dat is best wel veel. En ik ga jullie laten weten wat ik ervan vind. Ziet in ieder geval goed uit. En hij is sowieso goedkoper dan die van Pampers. Dus ik laat jullie weten. En wat heb ik nog meer gehaald? Ja, Ida die drinkt zoveel. Dus ik heb gelijk even een grotere fles van Dr. Brown gehaald. Ik ben wel erg blij met die fles. Wat heb ik nog meer gehaald? Oorstokjes voor Eden. Ik shop deze dagen alleen voor Eden. Dat is het enige wat belangrijk is deze dag. Een flessen schoonmaker. 1 euro hè, bij de Action. Ja, voor de rest eigenlijk niet veel boeiend. Dat was het. Heet niet morsig. Chocolade klokje. Nou, wat lief. Onze dochter en zoon alle 2 slapen op de video. Oh, papa. Wel grappig. Als Ida zo bij me ligt, gaat hij altijd huilen of kotsen. En bij Davino ligt hij altijd rustig. Ik heb nu echt van het trainen echt spierpijn. En ik heb vannacht echt heel slecht geslapen. Want Ida wil niet slapen. Dus ik ging met hem chillen tot in de ochtend. Dus ik denk dat ik... Ik was net aan het strijken. Bijna klaar. Dan ga ik denk ik strijken. En dan ga ik denk ik even naar de winkel.
En dan daarna ga ik een dutje doen, denk ik. En mijn tekst leren. Want morgen zijn de opnames voor de nieuwe bioscoopfilm waar ik in zit. En ik weet mijn tekst wel al, maar ik ga nog even een beetje fine-tunen. Goedemorgen jongens. Je weet wat ze zeggen. Vroeg vogels pakken het meeste brood. Vandaag zijn de opnames voor de bioscoopfilm Skotu. En Davine was even zo lief om mee te gaan. Ja. En even te kijken en me te brengen. Want ik was echt kapot. Ja, ik heb deze nacht bijna niet geslapen. Je had ook zo'n hele luier vol gepoept. Echt, ik had zo weinig geslapen vanaf. Ja, jij mag echt niet praten, jij slaapt echt als een roosje elke avond. Ja, omdat jij s'nachts wil doen, toch? Ja, klopt. Omdat jij gewoon niet wakker wordt. Sorry, ik bots elke keer tegen jou. En, ik van heb... die mensen die gewoon naast elkaar kunnen lopen, maar van kan dat echt absoluut niet, want die bots om de seconde tegen me af. Ja, maar jij ook hoor. Jij bots ook echt vaak tegen me. Ja, ja, ja. We zijn nu in de Surinaamse broodjeszaak. Hier werk ik. Dit is mijn winkel. We eten lekkere broodjepom. En we zijn nu ook met Elia en hij is. Hij is mijn klant. Wat heb je besteld? Een broodje. Som. Nee, dat is mijn broodje. Sa. Ja, die heb ik jou opgegeten. Sa. Ik heb niks gegeten hoor. Ze heeft me opgelegd. En een lekkere kokosdrankje. Oh, is water. Oh, ja? Ja? Actie. Hoeha! Oh. La 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 la. La 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 la. Ja, top. Stop. Dankjewel, Jax. We gaan de volgende draaien. Michelin staat wel bij mij. We hebben nu lunch. En dit is een stoetje. Als ik het deem erop. Het zijn culinaire hoogstandjes dit, maar van een van verte het lijkt op een ei met stukjes mais. Jongens, weten jullie wie deze oude man is? Leg haar alsjeblieft uit. Ik heb geen zin om uit te leggen. Alsjeblieft. Ja, ik weet gewoon echt niet wie je bent, maar ik vind je wel gewoon gezellig. Deze dame heeft echt onder de steen geleefd. Ja, maar jij komt met iets van 20 jaar geleden. Ik ben 25. Toen was je 5. Ja. Hoe heette dat programma ook alweer? Shufi, wat zijn hè? Nou, in ieder geval, mijn draaidag zit erop. Het was super gezellig. En ik kan niet wachten om met jullie te delen hoe de film eruit ziet. Ik moet eventjes wachten op de video's, dat hij me komt ophalen. Dus ik ga nog eventjes snel mijn telefoon laden. Goedemorgen jongens, het is alweer een nieuwe dag. Gisteren was echt een intense dag. Ik kwam thuis en ik ben ook gaan douchen en gelijk gaan slapen. Het was wel echt een hele leuke opnamedag, maar het was wel intens. En... mijn snotzuiger is binnen, want baby's die kunnen namelijk hun eigen snot nog niet uit hun neus snuiten. Dus dan moet je eruit zuigen. En mijn snotzuiger is binnen. Ik ga hem even openmaken. Oké, zo ziet het eruit. Dit dingetje doe je in je baby's neus. En hierin ga jij zuigen. Oh, beter. En het komt hierin. Dus het komt niet in je mond. Nou, dat is ook fijn. We zijn ready to go. Iedereen heeft een lekker flesje gekregen. En kijk zijn outfit. It's giving Peppa Pig. Hij is KO. Want dat betekent dat we lekker kunnen doorrijden. Heb ik SPF gesmeerd? Volgens mij wel, ik weet het niet eens meer. Dit is mijn outfit. Ik ben een beetje in die zwangerschapskleren blijven hangen. But I like it though. Nou, we zijn gezellig met z'n drietjes uit hoor. We hebben trouwens even een andere auto, want... Davinio vond de vrouw van de auto niet mooi. En de auto maakt een raar geluid. Dus we hebben nu even een. We hebben dus nu even een vervanging. Maar dit is dus een lage auto. En ik ben nu echt die Range Rover gewend, natuurlijk. Dus ik moest echt even mijn rug breken. Ik moest echt even mijn rug breken om die kinderstoel in elkaar te zetten. Dus ik heb gelijk een driedubbele hernia gekregen. Maar hij zit erin. Ik ben kapot, nog steeds van die opnames van gisteren. Dus als we terug zijn uit Utrecht, dan ga ik lekker slapen. Ja, ik heb nog nooit zoveel dutjes ingepland sinds ik moeder ben. Dat is echt niet normaal. But I like it. Wanneer ik ook echt veel overdag sliep, dat was toen ik ging trainen voor Boxing Influencer.
Toen ging ik 2 keer per dag trainen. En dan ging ik in de middag altijd slapen. Nou, let's go. Op naar Utrecht. Zo, wat sexy zeg. Ja, baby daddy is out. Maar waarom is het altijd zo dat vrouwen, zeg maar, mannen achter een kinderwagen aantrekkelijk vinden, maar mannen achter een, maar vrouwen achter een kinderwagen niet? Wie zegt dat mannen vrouwen achter een kinderwagen niet aantrekkelijk vinden? Vadermodel zit hoor. Zit hij dan met zijn colaatje? Nou jongens, we staan voor een moeilijke keuze. Kijk, deze die past wel bij mijn outfit, maar ik probeer een beetje door mijn outfit heen te kijken hoor. Sassy but classy. Of deze. Kijk, deze kleur vind ik echt geweldig. Ik hou echt van uitdagende kleurtjes. Omdat ik dat wel mooi vind staan bij mijn huidskleur. Look at this. Ik vind deze echt leuk, maar ik ga nog eventjes verder kijken. Nee, sorry, je lijkt echt op een nerd. Jongens, wat zeggen jullie? Vond ik het zeggen dat ik op een nerd lijk, maar ik vind dit aardig. Nee, dit vind ik echt niet. Of omdat je me te knap vindt met deze bril? Nee. Ik lijk wel die docent, die dan... De aardige docent. Oh. This color is popping. Ja, ik ben sowieso heel slecht met keuzes maken. Dus welke vinden jullie mooi? Laat even weten in de comments. Nou jongens, ik ben weer thuis. En dit zijn ze geworden. De nude one. En de pink one. Deze van Christine Dior. En deze is van Prada. Helemaal blij mee. Iden begon precies bij Smit Optiek te huilen. Omdat hij een flesje wou. Dus ik heb hem dadelijk een flesje gegeven. En sindsdien was hij op de terugweg lekker aan het slapen. En nu slaapt hij nog steeds. Dus ik ga nu even snel mezelf eten geven. En even een beetje het huis opruimen. En dan wordt hij straks alweer wakker. Oh, nu is hij met onderkwijler. Nou, oh lekker. Zwitsel baby. Morgen moet de vlog alweer online. Dus ik denk dat dit het einde is van de vlog. Vonden jullie deze video leuk? Doe natuurlijk een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie volgende week vrijdag weer hier op dezelfde plek.